Kinderen. Moeten we daar niet gewoon mee stoppen? Voor mijn vriendin en ik is sinds de coronacrisis één ding glashelder geworden: Wij nemen geen kinderen. Ik heb namelijk nog nooit zo'n lekkere quarantaine gehad. Iedere dag uitgebreid koken, uitslapen tot negen uur, middag want ik kan mijn werk toch op ieder gewenst moment van de dag doen. Als ik een scheet moet laten, demp ik de microfoon tijdens de vergadering. Heerlijk. Maar als ik ouders zo hoor, staan die liever nog een dag in de file dan dat ze nog een uur met hun koters zitten opgehokt. Terwijl, dit is toch het droomscenario? De premisse waar iedere kerstfilm op gebouwd is: tijd voor elkaar. We weten nu wie die man is die de vegan kip komt aansnijden. Mama hoeft nu eindelijk niet zo hard te kiezen tussen carrière en moederschap. We zijn zes weken verder, ongeveer één grote vakantie, en ik zie ouders hun kinderen verkleden als cavia in de hoop ze bij het asiel te kunnen dumpen. Nu snap ik waarom er kinderen zijn die Wolf en vlinder heten, zodat je tijdens een pandemie ze kunt achterlaten in het bos. Zoals ik verwacht dat marktwerking in de zorg niet meer houdbaar blijkt na de coronacrisis, zo verwacht ik dat de eerste verjaardag waar ik naartoe ga met mijn geliefde eens niet gepaard gaat met de groepsdruk en hoe leuk het niet is zo'n kleine. De gesprekken zullen vanaf nu zijn. Geen kinderen? Wat verstandig. Je weet maar nooit wanneer de volgende pandemie uitbreekt hè. Zijn jullie tenminste lekker goed voorbereid? Ja, voorheen nam je nog kinderen, zodat je op je oude dag niet eenzaam hoeft te zijn. Maar ja, nu mag je na je 65ste toch niet meer worden bezocht. Dus hoeveel zin heeft dat nog? Dat is voor mij het droomscenario. Nou, lieve luisteraars, u moet mij verexcuseren. Ik ga weer in mijn blote billen door het huis rennen, achter mijn vriendin aan. Doei!